Breda Nu. Je weet het meteen. De beste bruidswinkel van Nederland zit in Breda. Maar wat maakt deze zaak nu zo bijzonder dat ze de Branch Award hebben gewonnen? We gaan het vragen. Meneer Adam, u heeft net een mooie prijs uit mogen reiken aan deze bruidswinkel. Hoe vindt u dat om als wethouder zo'n prijs uit te reiken? En ja, als Bredase stad dat wij deze prijs mogen ontvangen? Ja, natuurlijk kunnen we fantastisch trots zijn op het feit dat wij de beste bruidsmodezaak van Nederland in ons midden hebben. Dus ja, daar maak ik graag tijd voor vrij om de prijs aan te overhandigen. Wat zou dit voor Breda kunnen betekenen dat deze winkel deze prijs heeft gekregen? Nou, wat je ziet is dat zij zich onderscheiden, met name ook op het niveau van service. Ze werken hier heel hard aan om iedereen goed te kleden. Ja, dus dat is fantastisch als je als bruidegom of bruid in Breda woont of omstreken. Nou, dan heb je iets fantastisch mooi in het midden. Wat maakt deze winkel zo bijzonder dat jullie de prijs hebben gewonnen, die Branch Award voor beste trouwwinkel in Nederland? Ja, wat maakt het bijzonder? Bijzonder is dat we met elkaar de schouders eronder gezet hebben. En gewoon met beide benen op de grond blijven staan. En dat we de speciale aandacht voor de klant, wie het ook is, echt ten volste uitvoeren. En dat is eigenlijk, denk ik, de kracht die je bij anderen mist. Dat het de klant een nummer is. En bij ons een persoon met een naam. En daar houden we dus op een gegeven moment ons strak aan. En dat is eigenlijk, denk ik, onze kracht. Nou is trouwen natuurlijk van alle jaren al. Wordt er nog veel getrouwd? Ja, er wordt ieder jaar gezegd dat het wordt minder, maar wij kunnen niet merken. Of dat wij nu meer klanten krijgen, dat weet ik niet. Maar wij kunnen niet merken dat het minder wordt. Je ziet steeds meer stellen die op een gegeven moment na een aantal jaar samenwonen en zelfs met kinderen toch zeggen, ja, ik heb ze toch gevraagd, we gaan trouwen en het is een feest. En wij kunnen het niet merken dat het minder geworden is. En het is een winkel waar niet alleen de bruid terecht kan, hebben we al kunnen zien. Wie kan hier allemaal terecht? Iedereen. Kijk, het is niet alleen de bruid. We zijn eigenlijk begonnen met bruidegom, de mannen. Want die waren altijd zwevende en zwemmende. En wij vulden altijd daarop aan de man na de bruid. En toen zeiden we eigenlijk, ja, dat is eigenlijk verkeerd, want het begint allemaal bij de bruid. Dus toen zijn we bij de bruid ook begonnen. En dan merk je dus dat moeder meekomt en die ziet dus ook een pakje, jurkje. En daar zijn we ook verder op gaan specialiseren. Nou, automatisch komt vader of degene en de daggasten. Die komen dus allemaal naar ons toe en zo kleden we dus een hele familie aan. En dat is dus ook bruidsmeisjes, bruidsjongens. Speciaal gemaakt, exact hetzelfde als vader of als de bruidegom. En ja, dat is helemaal een sterk punt van ons geweest.